de kroket. Voor wat trekken wij jou 's nachts uit bed? Voor een groentekroket. Die vind ik heerlijk. Goedemiddag. De bami-hap. Jij hebt nog steeds spijt van deze misstap. Oh, ik heb zoveel misstappen gedaan in mijn leven. Dat red ik niet met één bami-schijf. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Ah, kaasvlees. Henny, als je een superkracht zou hebben, dan zou je... Ja, vliegen. Dat heb ik gedaan. Stel je voor dat je als mens kan vliegen. Ja, ik bedoel niet in een vliegtuig, maar dat je armen en... Oh, geweldig lijkt dat. En waar naartoe dan? Maakt niet uit. Als je kan vliegen, kun je overal naartoe. Mag ik beginnen? Ja. Geweldig. Kaasvlees. De frikandel. Hij is lang, hij is bruin. Het is net een microfoon. Welk nummer zou je zelf playbacken? Ja, dat is best wel een hele ingewikkelde vraag. En vooral omdat ik de geur van die frikandel die in mijn neus in komt, dat geeft een soort eerder een liedje van Tette Braak of zo. De kipcorn. Zon of sneeuw? Wat zeg je nou? Zon of sneeuw? Zon. Bulletje of snuitje? Snuitje. Vouwen of proppen? Vouwen of proppen? Ja, vouwen altijd, nooit proppen. Voor eeuwig kind of voor altijd opa? Beide, sorry, ik kan niet kiezen. Zo had je geheten als je een meisje was geweest? Henny ook. Wat schoot er laatst bij jou in het verkeerde keelgat? Nou, dit ding was ooit een kip. Wat denk je daarvan? Nou, geniet ervan. Dankjewel. Tot ziens.